Avond. Partner van Peter R. de Vries, Tamina Akevi, sprak vandaag tijdens de rechtszaak over de moord op haar geliefde. Saskia Belleman en advocaat Peter Plasman waren erbij. Rob Arve is adoptieouder, ouder van twee uit Ethiopië afkomstige zoons. Hij schreef er een boek over met als conclusie: die adoptie, dat had ik beter niet kunnen doen. En Louis van Gaal is bij ons over zijn afgebroken pensioen en zijn ambitie om de grote droom waar te maken: Nederland wereldkampioen. Het is 10:30, welkom erbij. Als Rob Marrevee geweten had hoe moeilijk de adoptie van zijn twee zoons uit Ethiopië zou zijn, was hij er niet aan begonnen. In zijn boek Vaderland rekent hij af met het sprookje dat liefde alleen genoeg is om de problemen te overwinnen. De meeste kinderen die geadopteerd worden zijn pas geboren. Ze gaan als baby het land uit. Maar vooral de laatste jaren gaat het veelal illegaal. Hay tamaño, precio, colores. Entonces yo creo que eso no es una adopción. Toen was ik heel erg bezig met wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik later met mijn leven doen. En naarmate ik ouder werd, liep ik helemaal vast. Waarom heeft ze mij weggedaan? Dat zou ik eens willen weten. Boos zijn ze over het feit dat ze zijn afgestaan. Boos zijn ze dat ze niet in het land van herkomst opgroeien. En dat is wel te begrijpen. Je basis gieten. Ik zeg altijd, als je een boom hebt, die boom zie je, je ziet mij. Maar je ziet de wortels, die zie je niet. Maar die wortels worden gewoon tjaka, even helemaal afgesneden. Ja, we kennen veel verhalen van adoptiekinderen zelf, maar het gebeurt niet vaak dat een adoptieouder zich hierover uitspreekt. Rob, je hebt het wel gedaan. Even aansluiten op dat laatste uit het filmpje. Die jonge man zegt: je ziet niet als een boom wordt omgehakt wat er onder de grond nog zit. Dat verborgen leed, dat lijkt mij een treffende beeldspraak. Vind ik een mooie. Echt, die wortels, daar geloof ik heel erg in. Dus, als je echt. Wij hebben onze kinderen in 6 dagen tijd. We hadden ze nog nooit eerder gezien. We gaan naar Ethiopië. In 6 dagen tijd. We gaan een uur per dag naar het kinderthuis. De 6e dag nemen we ze mee naar het hotel. De 7e dag vliegen we naar Nederland. En dan zijn het je kinderen. En dan zijn het je kinderen. Dus dat is, ja, ik vind dat wel. Ik ben me later pas gaan realiseren hoe belangrijk die wortels zijn en hoe belangrijk de binding met de oorsprong van de cultuur in het eigen land is. Ja, want je hebt het steeds over het sprookje waarin wij eigenlijk dus denken dat mensen die het hier goed hebben, rijke mensen, wel even arme kinderen weg kunnen halen en dat liefde dus genoeg is om ze gelukkig te laten worden. Nou ja, ja. Kijk, je krijgt natuurlijk een hoop. Je krijgt een cursus. Je wordt voorgelicht over problematieken zoals hechting. Jullie zoons dus waren 1 en 4, hè, toen ze kwamen? Ze waren 1 en 4, ja. En we zijn een klein beetje voorbereid. En natuurlijk. Maar dat is niet genoeg, denk ik, om die gevoelens van de jongens weg te nemen. Dus wij dachten van, ja, weet je, als je daar dan. Wij kwamen zelf, we hebben zelf allebei hulpverlening achtergrond. Ook met moeilijke jongeren. En wij dachten, nou, wij moeten dit aankunnen. Jullie waren niet naïef? We waren niet naïef. Ik denk dat ik wel naïef ben geweest. Ik denk dat het ook wel op een bepaalde manier een kwaliteit is. Maar je speelt hier wel met kinderlevens, zeg maar. Nou ja, met geluk van kinderen. Ja, want de ondertitel van jouw boek, Rob, is het eerlijke verhaal van een adoptievader. Ja. En we zeiden straks al, jouw conclusie is na verloop van tijd geworden: dit hadden we beter niet kunnen doen. Het is heel hard om het zo te zeggen. Het is heel hard om het zo te zeggen. Dat is één kant. En tegelijkertijd hou ik ontzettend veel van ze en wil ik ze niet kwijt. En ben ik ook heel blij met ze en heel trots op ze. Dus er zitten. Ja, dat is raar, maar er zitten gewoon meerdere kanten aan zo'n verhaal. Want hoe vonden zij het om dat te horen? Nou, het begon er eigenlijk mee dat mijn zoon zelf zei: ik was liever daar gebleven dan geadopteerd toen hij 18 was. Ja. Dat is ook een mededeling, hè? Dat was voor mij een behoorlijke mededeling. Want wij hebben wel vanaf het begin gedacht: dit zijn niet onze eigen kinderen. Wij voeden ze op. Maar als je weet dat ze ergens anders vandaan komen, dan voel je het ook als een taak dat het goed gaat. En als iemand dan uiteindelijk na zoveel jaar zegt van, nou,
ik weet niet of ik hier nou zo blij mee ben. Ja, dan denk ik wel van jeetje. Wat waren de grootste problemen, Rob? Ja, toch gewoon heel veel verdriet. Echt heel veel verdriet wat zich uit in agressie. Dus dat is wat we gewend zijn. Wij zijn in Nederland niet zo gewend om onze emoties te tonen. Dat vind ik zo knap aan u, dat u dat daarvoor staat. Dat vind ik echt top. En dat is ook waar dit boek over gaat. Dit boek gaat over emoties. Dit boek gaat over mannen. Dit gaat over mij en mijn zoons. En eigenlijk het enige wat ons helpt, is door ons uit te spreken over onze emoties. En daar eerlijk over te zijn. Ja. En die kunnen soms heel hard zijn. Maar dat is beter dan ze uit de weg gaan, want dan blijft het doorsudderen en etteren. En mijn zoon, mijn oudste zoon vooral, die vindt het zo spannend om daarover te praten, dat hij het eigenlijk nog zo lang mogelijk heeft weggeduwd. En toen hij 18 was, was hij in ieder geval in staat om een opening te maken en erover te gaan praten. En ik ben er erg blij mee dat hij dat heeft gedaan. En ik ben me ook wel gaan nadenken. Ik ben eigenlijk steeds bewuster geworden over die impact. En ik kan het alleen over mijn eigen verhaal hebben. Ja. Er zijn ook mensen. Ik ken ook heel veel adoptieouders. Ja. En dan gaat het prima en prachtig. En dat is ook super fijn. Ja. Maar ik kan het alleen over mijn eigen kinderen hebben. En over wat ik daarin tegenkom en hoe ze ontzettend hun best doen om er wat van te maken. Ze zijn ook enorme sterke strijders. En ze hebben zich geleerd aan te passen. Mijn oudste kon binnen 2 maanden gewoon Nederlands spreken. En jaren later zeiden ze nog, oh, wat spreekt hij goed Nederlands. Dat vond ik een belediging. Ja. Ja, maar je hoort het wel vaker dat kinderen die geadopteerd zijn, ook al gaat het goed, dan nog hebben ze het gevoel van ontworteld te zijn. En dat brengt natuurlijk wel een soort van ongelukkig gevoel door heel je leven met zich mee. Waardoor je je nergens eigenlijk thuis voelt. Hebben uw kinderen niet de behoefte om terug te gaan en hun leven... Wij zijn terug geweest. Maar dan voor altijd... Dat was wel een keerpunt, hè? In die zin, want je vond het spannend om terug te gaan. En je wist ook wel van dat kan heel goed uitpakken en dat kan niet goed uitpakken. Ja. Maar jullie oudste zoon heeft daarna, is het eigenlijk nog veel erger geworden met het probleem. Ja, het ging eigenlijk al niet zo goed met hem. Nee. Maar het was het begin van de puberteit. En wij dachten, nou misschien nog net ervoor. Maar er is ook nog gelogen over zijn leeftijd. Dus hij was eigenlijk al wat ouder. Hij zat gewoon midden in zijn puberteit. Ja. En als je dan met je kinderen teruggaat naar Afrika en daar hem confronteert met zijn familie. En die familie omarmt ze en die kust ze. En die vindt het prachtig. Maar hij heeft zoiets. Ik ga weer naar Nederland. En wat moet ik ermee? Ja. Ik kan er niks mee. Wat mij opvalt, een aantal mensen gesproken, ook naar aanleiding van je boek. En veel mensen herkennen het. En zeggen ook blij dat iemand uiteindelijk zegt, even los is wat Carrie terecht zegt. Alle gevallen waarin het wel goed gaat of voor een groot deel goed gaat. Maar ook nogal wat herkenning bij mensen die hiermee te maken hebben zelf. Of in hun omgeving en zeggen, goed dat hij het zegt. Ik krijg heel veel reacties. Heeft om het te zeggen. Ik krijg heel veel reacties van goede reacties. Ja, van ook boos. Niet boos, wel van mensen die zeggen, hè, die andere kant is er ook. Ja, tuurlijk. Maar ik vind, ga eerst nou eens goed luisteren naar mijn verhaal. En laat mij gewoon uitspreken. En ik val niemand aan. Of ik wil niet iemand aanvallen met zijn verhaal. Dit is mijn verhaal en dit verhaal mag er zijn. En dat het niet zo positief is. Ja, dat is dan zo. Maar hier kunnen we wel met z'n allen van leren. Het is ook een boek die gaat over mij en waarin ik echt serieus naar mezelf kijk. En mezelf ook echt niet spaar. Nee. En ik denk dat sowieso goed is dat je nadenkt over je eigen vaderschap. En wat je van je eigen kinderen verwacht of wat je erop legt. En de reacties zijn overwegend positief. Ja. Mag ik nog één ding vragen? Beter. Waar ik nieuwsgierig naar ben, hoe is de situatie nu? Nou, ik moet zeggen dat wij... mijn oudste zoon woont op zichzelf. Mijn jongste zoon woont bij ons in huis. Die is een aantal maanden in Malta wezen werken. Ook door dit boek. Wij komen steeds meer bij elkaar. En nog steeds is het wel zo dat mijn zoon zegt... we hadden een bruiloft in Polen. En dan zegt mijn oudste zoon... Ja, maar daar ga ik niet heen, want het voelt niet als mijn eigen familie. En dan denk ik, wat jammer. Wat jammer dat we je dat niet kunnen geven... en dat jij dat gevoel niet hebt dat het echt je eigen familie is. Ja. Dat vind ik zo jammer, want dat gun ik hem zo graag.
Het is een heel mooi, openhartig boek geworden. Heel bewonderenswaardig dat je het zo hebt geschreven en hier hebt verteld. Het boek Vaderland van Rob Marrevedus is te bestellen via internet. Je hebt er ook nog een toneelstuk van gemaakt met jouw zoons. En dat gaat zondag in première in Nijmegen. Is al uitverkocht en wellicht komen er nog meer voorstellingen. Dank je wel. Er is nog maar één prijs die ontbreekt.